Zoals Kofi Annan, oud-VN-secretaris-generaal, ooit eens heeft gezegd, laten we ons op Wereldwaterdag voornemen om meer te doen, zodat alle mensen in de wereld toegang hebben tot veilig en zuiver water. De financiële middelen voor de medische zending MZ zijn vrijgemaakt. Dit wordt bevestigd door Maureen van Dijk Wijngaarden. Zij is onderdirecteur medische zaken. En samen met de ministeries van Volksgezondheid en Financiën en Planning is er overleg geweest met de MZ. Tijdens het overleg is er vastberadenheid getoond door beide ministeries om de achterstanden zo spoedig mogelijk weg te werken. Met de overheid zijn er intussen afspraken gemaakt over hoe deze gelden zullen worden uitbetaald, geeft de MZ-onderdirecteur aan. Dan hebben we de afspraak gemaakt dat de gelden die we nog niet hebben ontvangen van derde kwartaal. We hadden dus geld aangevraagd voor derde kwartaal en dat was dan toegezegd in 7 tranches. Dan hadden we 4 tranches al ontvangen in november vorig jaar. En dan hadden we de recus voor 3 tranches, de resterende 3 tranches. Dus er is toen gezegd van de 2 tranches, die zijn in ieder geval al in orde om door MZ ontvangen te worden. En dan zou de aanvraag, de gelden voor het vierde kwartaal 2023, op een andere manier dan usual, omdat er kunnen geen beschikkingen, recus meer vrijgegeven worden voor 2023 begroting. Door de vrijgemaakte gelden is de medische zending weer in staat om haar dienstverlening voort te zetten. Dit alles werd in stand gehouden met financiën van donateurs voor het uitvoeren van speciale projecten, geeft Wijngaarden verder aan. In het geld zit ook het deel dat naar het MAF moet gaan. De achterstand bij deze organisatie zal binnenkort worden uitbetaald, onderstreept de MZ-topper. De schulden van de MAF, die worden dan, het geld daartoe wordt naar MZ overgemaakt, zodat wij de MAF kunnen betalen. Want de MAF is onze trouwe dienstverlener in de lucht. We hebben de afgelopen 10 maanden geen politochten kunnen doen die via de lucht moeten gaan. Dus dan praat ik over het gebied waar de bovenlandse inheemsen wonen. En omdat de schuld zo hoog was, maar de MAF die bracht je dus wel wanneer je uit projecten de vlucht betaalt of als er sprake is van emergency transport van een patiënt. Dus voor emergency was geen probleem. Maar de arts of de spreekpoliehoofd kon niet gaan omdat er geen routinevlucht beschikbaar was. Tijdens het overleg met het ministerie van Volksgezondheid zijn concrete werkafspraken gemaakt. Er is een duidelijke strategie vastgelegd om de dienstverlening van de medische zending te optimaliseren. Deze afspraken en strategie zijn tot stand gekomen met inachtneming van de behoeften en belangen van alle partijen. Samen met het bestuur van de bond bij MZ is overeengekomen dat het werk weer wordt hervat. Samen met de afspraken dat hoe betalingen zouden plaatsvinden, hoe MZ zou beschikken over geld, waarvoor, is er ook afgesproken om te bellen met het bestuur van de bond, van personeel bij MZ. Maar er is dus ook gesproken met de bond, omdat de minister nog geen contact kon krijgen met het bestuur. Hebben wij bij MZ dus wel met de bond gesproken, bondsbestuur. En we hebben dus ook via de vergadering ook de mensen gevraagd om het werk te hervatten.